Bobby Jan Schoepen, meneer Bobby Jan Schoepen, was een fantastische performer. Hij had al de gaven van... Hij kon een echte country man, musician, zanger zijn in Amerika. Maar natuurlijk, hij is niet... Hij wou liever terug naar België. En natuurlijk... Dat is een Bobbejaan land. Ik weet niet of hij genoeg respect heeft gehad hier in België of in Vlaanderen. Want hij is mij komen bezoeken in 1952. Dan was ik juist in Amerika. Ik speelde jazz in een jazzclub. En toevallig hadden wij dezelfde, op een manier zijn manager, Jack Kluger, was ook geïnteresseerd in, niet in mijn manager te zijn, maar iets te doen voor mij, mij te helpen in het vak. En ze waren met z'n tweeën naar de jazzclub geweest. En daar heb ik hem leren kennen. He had all the qualities required to become a fantastic country personality, want hij kon liedjes schrijven, hij kon fluiten. Ik speelde zoiets, hè. Niet geen jazz, hè, maar dat is een polkaartje. Gaan we kort en ding, ding, ding. En hij kon dat fluiten. Ik kan het niet, ik heb kunnen fluiten. Maar het was meer in de jazz-improvisatie. Maar hij kon gelijk een vogelke fluiten. Ik kan het niet. Dat was fantastisch. En dan zijn liedjes natuurlijk. En zijn personaliteit. En ook zijn businessgave. Hè? Bombejaanland, dat was, hè? Dat was geen koffieshop. Ik ben er nooit geweest, excuse me, Bobbejaan. But I love you, I love you, I love you. You were among the strong memories for me.